Studenten van het NATIN hebben een training in handhygiëne gekregen. De training is verzorgd door microbioloog Ricky Stutgaard en Intermed Caribe. Nu Suriname midden in een coronapandemie zit, is handhygiëne ontzettend belangrijk, zegt Stutgaard. Hij vindt het initiatief van het NATIN een belangrijke mijlpaal in het bewustwordingsproces over handhygiëne. Deze stap verdient navolging. Ik, eerste instantie, ik denk dus dat we stappen vooruit zijn uh, in tegenstelling met 2009 toen we begonnen, in tegenstelling met 2016 toen de eerste uh, scholenhandel was, de wedstrijd werd georganiseerd. Uh, 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 eigenlijk moeten dingen in, uh, als een evolutie plaatsvinden en niet als een revolutie, want dan gaan mensen dingen snel weer loslaten. Ik zie vooruitgangen. Je ziet dus ook dat die corona kwestie heeft ook ervoor gezorgd dus dat je dus nu overal Sanitizer ziet en uh, de verschillende uh, winkel, uh, winkelzaken, bedrijfszaken adviseren om je handen te wassen voor je de zaak naar binnen komt. En uh, het coronavirus heeft wat dat betreft zaken ook nog versneld. Maar wij waren onze tijd ver vooruit, want wij spraken al in 2009 over uh, dat je handen moet wassen om ervoor te zorgen dus dat je dus infecties moet uh, uh, voorkomen. In 2015 is Stuttgart een partnerschap aangegaan met Intermed Caribe. Met als doel de bewustwording over handhygiëne te vergroten. Dave Virjomongolo, assistent manager van Intermed Caribe, geeft aan dat het belangrijk is om scholen te betrekken bij deze projecten. En Intermed is al, is al langer dan acht jaar bezig wat hygiëne betreft. En ik denk dat aan de hand daarvan heeft ze ons gevraagd om voor deze studierichtingen. uh wat eh uh, informatie over hygiëne. En do wij door is aan het werken met minister van. Nou, dat is heel belangrijk in dit zijn van als je kijkt naar de situatie hoe die opnieuw zijn in de corona. En zoals Edamenste heeft gaf in de sessiedagen, zie je dat uh the virus is meer eh uh, overdragen aan de hand van de de handen al dan. Want eh je komt met je je met je Oh, your mouth is and the virus heeft dan heeft het is later om daar te Is aan de hand daarvan willen we dan geven aan uh, de studiefamilie, de, de gemeenschap, om dan bewust worden van die uh, goed te laten maken. Dave virjo Mangolo, assistent-manager van Intermed Caribe. Volgens de WHO sterven er dagelijks meer dan 800 kinderen onder de 5 jaar aan diarreeziekte. Deze ziekten zijn het gevolg van slechte sanitaire voorzieningen, slechte hygiëne en onveilig drinkwater.